Ik heb Margriet, onze veearts, gebeld voor een controle om te kijken of Blondie nog helemaal gezond is. Hi Tess, goedemiddag. Je hebt gebeld. Ja. Ik kom Blondie nakijken. Niet zomaar even. Ik ga gewoon net zoals altijd, van voor naar achteren, even langs alles. Klets ondertussen. Als je vragen hebt, moet je mij onderbreken. Ja. Hoe gaat het met rijen? Op dit moment gaat het wel heel erg goed. We zijn bezig met de B en eigenlijk al aan het trainen voor de L2. En het eind van jaar wil ik daar ook graag komen. En met de rijen? Geen bijzonderheden gehad? Nee, eigenlijk niet. Oké. Dus wel in het begin een klein beetje stijfjes, maar dat komt op een gegeven moment wel goed. Goed zo. Als jij die eens even open doet, Blondie. Als ik zijn mond open doe, mag jij proberen om eventjes in zijn mond te schijnen. Dan kan ik even kijken of er iets geks is. Blondie vindt dit niet zo leuk, maar dat vinden we niet erg. Dat mag Blondie aangeven. Mag ik heel even in je mondje kijken, lieverd? Oh, braaf. Zit het halster niet in je oog? Nee. Kijk, braaf. Goed zo. Hè? Kijk, kan je hartstikke mooi kijken. Kun je mooi kijken of de plek waar het bit ligt ook mooi intact is. Dat er geen beschadigingen zijn. Mondhoek pakken we ook mee. En we hebben natuurlijk een linker en een rechterkant. Dus je moet altijd even twee keer meewerken. Kijk, je mag een paard niet in de bek kijken. Maar toch doen we het af en toe wel eens. En dan geven we er even een klopje dat ze hartstikke de best heeft gedaan. Ik ga even naar het hartje luisteren of je dan heel even stil blijft. De hartslag van een paard in rust is 40 slagen per minuut. Dat is misschien wel leuk om te weten. En Blondie heeft inderdaad een hele rustige pols. Nou, daar hoor ik allemaal geen gekke afwijkingen. We gaan zo meteen nog een keer even aan de lunchen. En dan hebben we straks ook nog eventjes de gelegenheid om na arbeid te luisteren naar het hart en de luchtwegen. Om te kijken of we dan nog andere geluiden horen als dat we ze nu in rust horen. Jij hebt met rijden geen klachten over proesten, hoesten of dat soort dingen? Nee, echt helemaal niet. Oké, super. Oké, we beginnen nu met het aftasten van de benen. Om te kijken of er zwellingen, bijzonderheden zitten. Voordat we uiteindelijk straks aan de hand gaan beoordelen hoe Blondie loopt. Nou, hier ligt het schouderblad. Hier aan de voorkant schoudergewricht. Of dat wordt ook wel eens de boeg genoemd. Voelen of daar geen verdikkingen zitten. Hier bij mijn rechterhand zit de elleboog. Die tasten we ook eventjes af. We gaan langs de spieren naar beneden. Die zitten hier aan de bovenkant. En als we bij de voorknie komen, dan hebben we eigenlijk geen spieren meer. Maar is dit het gedeelte aan het been waar eigenlijk alle pezen zich bevinden. En waar we natuurlijk altijd erg bezorgd over zijn. Het is niet zo dat als hij zijn been nu optilt dat hij pijn voelt. Maar hij heeft wel zoiets. Hij is zo goed getraind door Tess. Dat hij natuurlijk denkt van ik moet mijn been opgeven. Nou, ik voel allemaal geen gekke dingen. Tillen we het been nog even op om te kijken hoe de onderzijde van de hoef eruit ziet. Of de slijtage van het ijzer normaal is en of de straal en de zool er gewoon netjes gezond uitzien. Dat is het geval. En bij het opgetilde been kunnen we ook nog eventjes de pezen aftasten om te kijken of ze in een ontspannen situatie ook normaal aanvoelen en of Blondie niet ergens gevoelige plekken heeft zitten. Nou hebben we natuurlijk vier benen, dus we gaan nu naar het achterbeen toe. Tast even de rug af. Kijk hier of langs de wervelkolom of daar pijnlijke plekken zitten. En dit vindt hij een beetje kietelig, maar dat hoort. Of daar pijnlijke plekken zitten, dat er asymmetrieën of zwellingen zitten. En je merkt of je ziet dat Blondie eigenlijk overal normaal op reageert. Dan pak ik voor mijn eigen veiligheid eigenlijk een klein beetje de staartbeet. Want als je dan aan de knie aan het achterbeen, en die zit wat hoger dan de knie aan het voorbeen. Dat noemen we altijd een knie, maar de echte knie zit natuurlijk net als bij ons aan ons achterbeen. Zit die bij Blondie op deze hoogte. En gaan we langzaam naar beneden toe en dan komen we hier bij de hak. En bij de paarden noemen we dat de sprong. Ik zal even het staartje opzij houden en dan kun je zien wat ik bedoel. Dit is zijn hak. En dit hele gedeelte is de sprong. En aan de binnenkant voel ik of die daar verdikt is of dat er ook weer pijnlijkheid is. Onder de sprong hebben we weer alleen de pezen. En boven de sprong heb je de spieren naar boven toe. Nou, dan ga ik ook hier weer aan het achterbeen die pezen aftasten. Die pezen voelen of daar pijnlijkheden zijn. We noemen dit de pijp bij het achterbeen. Hieronder bij de kogel zit het gewricht van de kogel en de peesschede. En boven de sprong heb je dus de spieren.
Nou, ook hier dus weer de zwellingen, verdikkingen, pijnlijkheden bij het aftasten om te kijken of Blondie dus ergens afwijkend reageert ten opzichte van wat ik van de vorige keer van haar weet. Tessa, ja. Rechtuit stappen alsjeblieft. En dan gaan we kijken of het paard vanaf achterkant zijn beide achterbenen gelijkmatig verdeelt, belast. Dus of het bovenin en onderin ongeveer er gelijkmatig uitziet. Dan ook als Tessa weer terug komt lopen, dat inderdaad beide voorbenen vlot naar voren gebracht worden en dat we niet iets gek zien. Hierbij beoordelen we de manier waarop Blondie haar beide achterbenen gebruikt, hoe ze de coördinatie doet, ook natuurlijk van de voorbenen. Kijken of ze niet heel erg uitzwaait met dat achterbeen en dat ze de weg met die achterbenen kwijt is. Dat doet, oh, nou kijk, ja, als je jeuk hebt moet je ook jeuken, maar dat mocht van Tess even niet. Moeten we soms wel eens even, maar Blondie doet het hartstikke goed. Kijk, die komt supergoed. Rustig, rustig, rustig. Tess, we zitten niet op de wedstrijd. We hoeven niet te winnen. We doen het nog een keer. Ga iets verder van me vandaan, dat ik ook goed vanaf de achterkant kan kijken hoe ze draaft. Laat haar heel even jeuken, want dat vindt ze toch wel heel erg lekker. Goed zo. Oké, nou, nu zeg maar weer aan het werk. Kom, Blondie. Blondie heeft geen moeite met het linksom inbuigen. Een lang touwtje, lekker meenemen, niet te hard gaan. Super, heel mooi. En dan rustig draven, het is geen racepartij. En dan kijken we naar het kinnetje van het paard. Kijken of die mooi op één lijn loopt of blijft zitten. En daarmee geeft ook het paard aan dat hij linksvoor en rechtsvoor een symmetrische belasting heeft van linksvoor en rechtsvoor. Oh, oh. Oké. Toen even de inbuiging van rechts. Hiermee laat Blondie goed zien dat ze zowel links als rechts goed kan inbuigen in die hals. En dat het er geen moeite kost. Ook dat zijn alle bewegingen van een paard. Laat ik meewegen in de beoordeling van hoe een paard zich gezond voelt. Inmiddels zijn we op de zachte bodem. En gaan we Blondie beoordelen op een cirkel op die zachte bodem. Om te kijken of de belasting van de benen dan anders gaat worden als op de harde bodem. Ja, nu gaat het linker achterbeen mee naar voren en in het begin van de opname ging het rechter achterbeen, zoals nu, gaat het rechter achterbeen mee naar voren en dat hoort niet. Dat wil niet zeggen dat dat paard niet goed is. Dat doen ze nu omdat ze een beetje opgewonden zijn. We gaan de hartslag meten. En als het goed is, is de hartslag niet heel veel hoger als daarnet. Klein beetje hoger vanwege de arbeid en de inspanning en het opgewonden zijn. En terwijl ik aan het luisteren ben, is eigenlijk in een minuut tijd ongeveer de hartslag alweer terug aan het zakken naar de frequentie die we zo straks in rust op stal hadden. Dus als je nu het hele onderzoek in wil samenvatten. Met rijerij had je natuurlijk ook geen klachten. Ze was fit genoeg. Qua lopen had je ook geen afwijkingen. Als ik er beoordeel, gewoon rechtuit, mijn instap, indraf, gaat dat allemaal super. Heb jij nog vragen? Nou ja, wel een vraag. Wat is eigenlijk het verschil tussen een harde bodem en een zachte bodem? Wat maakt het dan anders hoe de pony loopt? Op de harde bodem heb je een hardere impact van de voet op die hardere bodem. Op de zachte bodem heb je demping. Dat kun je je wel voorstellen, dat je ook zelf zachter neerkomt. Dat wil niet zeggen dat het makkelijker is op een harde bodem of dat het makkelijker is op de zachte bodem. Maar verschillende structuren zullen op een harde bodem anders reageren als op een zachte bodem. En op een zachte bodem beoordeel je dan vaak wat meer bewegingskreupelheden. Wordt wel wat ingewikkelder wat ik nu ga uitleggen. En op een harde ondergrond beoordeel je wat meer de belastingskreupelheden. De impact op de bodem is wat harder. En op het moment dat je over een zachte bodem heen moet bewegen, moet je wat meer van de beweging vragen. Je kunt je voorstellen dat als jij op het strand gaat lopen, je loopt door het mulle zand heen, moet je meer je best doen om te bewegen. En kan je je voorstellen dat als jij in bewegende onderdelen van je skelet ergens pijn hebt, dat zoiets op een zachte bodem beter naar voren komt als wanneer ik over een harde bodem een gelijkmatige ondergrond, want dan wordt het eigenlijk makkelijker. Ja. Maar als ik dan een steentje onder mijn voet heb zitten, dan voel ik die op een zachte bodem weer minder hard, want dan wordt de ondergrond verdeeld. Terwijl als ik dat steentje tussen mijn zool en de harde bodem heb, dan voel ik hem wel. Ja. Zie je, dus dan is die belasting op die harde bodem, die doet me dan wel pijn, maar die zal op een zachte bodem minder duidelijk zijn. Dat is een beetje uitgelegd wat het verschil is tussen een harde en een zachte bodem. Ja. Als je nog meer wil weten,
kunnen we nog veel verder gaan. Ja. Dat doen we dan op een ander moment. Ja. Nou, Margriet, heel erg bedankt weer voor het nakijken en dat ik nu weer veilig verder kan. Zeker weten. Heel veel succes. Dankjewel. Alsjeblieft.